Deze oefening ga ik een Andy Warhol van mezelf maken. Dan heb ik hier een foto gemaakt in de huiskamer, een beetje een boevenfoto geworden. Maar dat is juist wel handig, een recht toe recht aan foto. Het zou ook een andere foto kunnen zijn. Een rustige achtergrond is wel handig. Nou, waar ik mee begin, is de foto om te zetten naar een grafisch geheel. En dat kan ik doen. Er zijn verschillende technieken voor, maar een favoriete techniek voor mij toch in ieder geval is het gebruiken van een aanpassingslaag. Dat je daar later nog van alles mee kunt doen. Een aanpassingslaag vind je hier, dit soort witje rechts boven de laag. Als je daarop klikt, kun je kiezen verschillende dingen. Je kunt ook kiezen verloop toewijzen. Als je dat kiest, je ziet onmiddellijk een effect. Wat er gebeurt, ik zal even een ander voorbeeld nemen. Hier kan ik als ik klik in het verloop. Krijg ik de verloopbewerker, kan ik ook standaard zwart-wit nemen. Wat verloop toewijzen doet, is dat hij voor een donkere kleur een kleur toewijst en voor een lichte kleur toewijst. En je kunt er nog allerlei waarden ertussen inzetten. In dit geval neemt hij voor de donkere kleuren dus zwart en voor de lichte kleuren wit, waardoor je een zwart-wit foto krijgt. Kies je een andere optie, bijvoorbeeld paars-oranje of violet-oranje zoals Photoshop dat noemt. Dan zie je dus dat de donkere tinten vervangen zijn door paars en de lichte tinten door oranje. Je kunt de meest krankzinnige combinaties maken, bijvoorbeeld deze. Geeft meteen een enorm jaren 70 effect. Zo zijn er allerlei combinaties denkbaar. In dit geval wil ik gaan werken met een grafisch effect. En wat ik wil gaan maken is een verloop van zwart naar rood. Ik begin met zwart-wit. En wat ik ga doen is hier rechts bij de kleurstop klik ik op en dan kan ik hier de kleur veranderen van wit naar rood. Hij staat al op rood. Je kunt de kleur kiezen door hier een balkje te verslepen mocht je geen rood hebben. Helemaal onderin is het rood. Nou geeft hij hier de kleur aan die eruit voort gaat komen. Dat is nu nog wit. En dat komt omdat dat rondje hier linksboven staat. Je kunt overal klikken. Dan kun je dus een tint van het rood selecteren. Ik wil de meest felle tint rood hebben, hier rechtsboven. Nu heb ik dus een fel verloop van zwart naar rood. Nou, dit is nog een vrij geleidelijke overgang. Het is net alsof je hebt gefotografeerd door een rood filter. En ik wil dat meer grafisch maken. En dat kan ik doen door de zwarte stop en de rode stop dichter bij elkaar te brengen. Ik breng de rode kleurstop naar rechts. Dan zie je dat meer gedeeltes worden gezien als rood. Ik breng het zwart naar rechts. Ik moet zeggen volgens mij het rood naar links. En je ziet, naarmate je dichter bij elkaar voegt, wordt het steeds grafischer. Omdat het overgangsgebied steeds kleiner wordt. En je kunt dus kiezen, naarmate je alles meer naar rechts doet, zal je steeds meer gebieden overnemen uit de donkere partijen voor het rood. En wordt het geheel dus steeds lichter. Nou, nu sleep ik hem iets naar rechts. Mocht het zo zijn dat je per ongeluk naast de kleurstop klikt, dan maakt hij onmiddellijk een nieuwe kleurstop aan. Zoals je ziet, die kun je gewoon uit het gebied wegslepen. Dan verdwijnt hij weer. Het kan ook gebeuren, want je moet ze namelijk zo dicht mogelijk in elkaar aanslepen, dat je per ongeluk de kleurstop omdraait door zwart voorbij het rood te slepen. Dat is geen enkel probleem, je kunt gewoon het zwart weer terugslepen. Nou, nu heb ik een juiste waarde gekozen voor mijn gevoel. En dan zeg ik, misschien moet het iets donkerder nog in zijn geheel. Dat is dan een beetje naar rechts dan. Nog een klein beetje misschien. Nee, nu verdwijnt het oog. Dan zeg ik oké. Nog een keer oké. Nu heb ik dus een rood-zwarte foto van mezelf gemaakt. Het doet een beetje denken aan de Che Guevara foto's uit de jaren 70. Maar ik wil er meer een Andy Warhol van maken. En dan wil ik het gezicht een iets andere kleur geven. Met hetzelfde effect. Nou, de manier om dat te doen is om een kopie te maken van het verloop en van de achtergrond. Dus eigenlijk hetzelfde nog een keer toepassen, maar dan met wit in plaats van rood. Nou, ik versleep dit naar het icoon van een nieuwe laag. En dat betekent dat ik de laag dupliceer. Dit is de icoon van een nieuwe laag hier, dat velletje. En dan kan ik ook doen met de achtergrond.
sleep ik ook op dat icoon een nieuwe laag. Nu moet ik hem hier tussen inschuiven, de foto. Ik schuif hem omhoog, dat ik hier dat zwarte streepje zie. Nu zie je, kijk, nogmaals, hier is een zwart streepje nu. Dan verdwijnt hij er tussenin. Nou, ik zie geen verschil en dat komt omdat het verloop, toewijzing, nu nog gewoon rood-wit is. En nu wil ik hier zwart-wit gaan maken. Dus ik wil het rood vervangen. Ik dubbelklik nu. Klik ik hierin. En het rood vervang ik hier door wit. Als je te veel naar links klikt in het icoontje, dan pakt hij de zwarte die erachter ligt. Dat is een van de gedrag van Elements. Je moet zoveel mogelijk naar rechts klikken om ervoor te zorgen dat hij de rode pakt. Klik je in het rood, dan sleep je dit rondje. Je hoeft geen andere kleur te pakken, je kunt gewoon naar links slepen en dan wordt hij wit. Nou, je ziet onmiddellijk links het effect. Dan zeg je oké en oké. Het enige wat ik nu wil, is om ervoor te zorgen dat het alleen maar hier wordt toegepast, op het gezicht. Nou, dat ga ik doen. Ik zou natuurlijk in deze laag, in de achtergrondkopie, alles kunnen weggeven wat hij niet toe doet. Dat is een optie. Maar ik ga het iets anders doen. Ik wil namelijk een wat strakkere vorm maken. En dat krijg je met Gummy niet voor elkaar, want dan worden alle bibbers meegenomen. We gaan eerst een selectie maken van het hoofd. En die selectie ga ik afronden om te zorgen voor een wat vloeiende vorm. Je kunt die verlooptoewijzing hier onderin, bovenin bedoel ik, uitzetten. Ik sleep dit laagding iets naar boven, dan heb ik wat meer zicht. Ik kan ook de bovenste inklappen door op het pijltje te klikken. Zo, nu heb ik alle lagen mooi in beeld. Nou, ik klik in de achtergrond kopielaag. En daarin ga ik een selectie maken van mijn hoofd. Ik doe eerst de oren en de nek. Omdat als ik ga afronden, je zult daar zien waarom dat nodig is. Anders verdwijnen de oren namelijk uit het beeld. Nou, ik pak het lasso-gereedschap. En sleep even een cirkeltje rondom de oren. Nou, dit is iets te grof, denk ik. Ik ga wat meer inzoomen, dan heb ik een beter beeld. Ik doe dat met Ctrl plus. Je zou het natuurlijk ook kunnen doen met een vergrootglaasje hier zo, maar ik gebruik altijd de sneltoets Ctrl plus. Je ziet, het valt niet meer om die muis goed te bewegen. En daarom is het dus ook belangrijk om te werken met de selectie die je naar de hand kunt afronden. Het hoeft eigenlijk ook niet zo precies te gebeuren. Want in principe gaat het toch om een soort zeefdrukachtig effect. Dan heb ik hem rechts gedaan en links, maar links ben ik hem kwijt omdat ik vergeten ben om de shift-toets in te drukken. Je moet de shift-toets ingedrukt houden als je meerdere selecties tegelijkertijd wilt maken. Zo doe ik het hier nog een keer. Ik zit hier flink naast. Dat kan je oplossen door met Alt ingedrukt weer een stukje van de selectie te verwijderen. Zo. Nogal hoekig en afwijkend, maar dat is op te lossen. Hier beneden. Ik lijk me ook selecteer op die manier. Ik maak het mezelf iets makkelijker door de veelhoeklasser te gebruiken. Je zou ook met de magnetische lasser kunnen werken, maar dat is een erg ingewikkeld gereedschap om zo maar even te doen. Dus in dit geval kies ik voor de magnetische lasser. Ik druk shift in, om te voorkomen dat ik de andere steeds kwijt ben. En dan kun je dus klikken. Je hoeft alleen maar steeds te klikken en de vorm te volgen. Dit werkt feitelijk veel gemakkelijker, vooral als je weet dat je later de selectie nog kunt afronden. Dat wordt nu natuurlijk een beetje hoekig. Zo, nu heb ik een selectie van de nek en de oren. Deze ga ik gebruiken als een masker. Nu kun je in Elements niet met echte maskers werken. In Photoshop heb je hier rechts altijd een masker, waardoor je dat onmiddellijk kunt gaan gebruiken. In Elements kun je wel met maskers werken, maar op een klassieke manier. Die eigenlijk in Photoshop al bestond voordat de maskertechniek in de lagen werd toegepast. En dat is namelijk de volgende. Ik moet een nieuwe laag maken. En die laag zet ik onder de foto. Ik moet nu eerst de selectie af gaan ronden, om ervoor te zorgen dat het een mooie ronde vorm wordt. Dat doe ik via selecteren,
werken vloeiend. Daarmee kan ik hem vloeiender maken. Hier stel ik in wat de straal is waarmee je de selectie vloeiender maakt. Nou, hier staat 50 pixels, dat is meestal wel voldoende. Maar in mijn geval, omdat dit een verkleinde foto is, ik heb hem wat verkleind om er wat makkelijker mee te kunnen werken, heb ik een iets kleinere straal nodig, waarschijnlijk. Ik gok op 25. Dit is een kwestie vaak van proberen. Als het niet bevalt, dan kun je gewoon de stap ongedaan maken en het nog een keer proberen. Kijk, nu zie je meteen een veel betere, mooie ronde vorm. Hier is ook alles afgerond, dus dat is, ziet er prima uit. Oké. Nou, nu wil ik hiervan, dit heb ik nodig als een masker voor deze foto. Want ik wil de foto laten zien door deze selecties heen en de rest moet eigenlijk verdwijnen. Het gezicht komt er dadelijk bij. Maar ik ga dit eerst als een masker instellen. Wat ik ga doen is, ik wil dit vullen met een tint. Het maakt eigenlijk niet uit welke tint, gewoon een tint. Ik heb hier nu roze staan. Dus nu indruk Alt Backspace. Dan vult hij de laag hier met die kleur. Je ziet hier rechts ontstaan. Je ziet het niet in beeld omdat de foto ervoor staat. Ik zal de foto even uitzetten, de zichtbaarheid. Kijk, nu zie je dus het roze gebied. Dus nu zit de masker. Ik zet de laag weer uit. Nou, de volgende wat ik moet doen is het gezicht selecteren. Ik heb deze selectie op door erop te klikken. Ik heb de selectierichting nog aanstaan. Je kunt ook kiezen selecteren, deselecteren in het menu hierboven. In dit geval klik ik er gewoon een keer op. Is de selectie weg. Nu maak ik nog een selectie van het hoofd. Ik doe nog steeds even met het andere gereedschap, het vierhoek gereedschap. Omdat het gewoon iets makkelijker werkt. Ik sla nu het oor over, dat heb ik net apart gedaan, dus kan ik gewoon langs nu en volg even de onderkant van de kin. Dat hoef je niet zo precies hier, want dit verdwijnt eigenlijk in de rest van de nek die ik al had gemaakt. Zo. Ook deze rond ik even af, selecteren, bewerken, vloeiend. Oké, dezelfde afronding als daarnet, dus dat is makkelijk. Ik zet de foto even uit. Ik zorg dat die laag is geselecteerd waarin ik het masker maak. En ik druk weer Alt Backspace. Zo, klik op de selectie. Selecties opgeven. Nou, nu heb ik een masker gemaakt waarmee ik dat ik kan toegaan passen op de foto. Ik zet de foto even aan. Ik zet de aanpassingslaag aan. En wat ik nu ga doen is zorgen dat deze foto gemaskerd wordt door deze laag. Dat doe ik door tussen de laag in te gaan staan. Alt indrukken. Je hoeft de muis niet in te drukken, maar je kunt hem heen en weer bewegen totdat je die twee cirkeltjes ziet die ik nu ook in beeld heb. Als je dat hebt, dan klik je. En nu wordt de fotolaag wordt feitelijk ondergeschikt aan het masker van laag 1. Doe hetzelfde met het velloop. Alt indrukken, klik tussen de lagen in en zie daar, het effect is klaar. Nou, het mooie van deze techniek is dat je nog alles kunt doen aan de kleur. Ik heb nu dus rood met wit, maar je zou ook voor kunnen kiezen door bijvoorbeeld in de bovenste aanpassingslaag te klikken, kun je dubbelklikken op het icoontje, dan open je de opties weer. Je klikt weer in het verloop. Als je nu hier een andere kleur neemt dan wit, klik hier op de kleur, neem bijvoorbeeld groen, en ik kies hier de kleur, dan zie je onmiddellijk links de kleur veranderen. Zo kunnen ze heel snel. Kun je je eigen kleurencombinatie maken. Nou, ik neem hier een soort turquoise. Ik kan wel de achtergrond ook een andere kleur nemen. Dubbel klik. Klik ik hier op de kleurstop. Klik op de kleur. Dan kan ik gewoon hier rechts aan een plakje stippen dat ik denk van dat ik een leuke kleurencombinatie heb. Nou, alles is mogelijk zoals je ziet. Ik denk dat deze keer gaaf wordt oker. Dan maak ik blauw iets minder heftig. Bovenin. Dus maak hem iets grijzer. Zo. Nou, dat is het. Zo heb ik dan toch vrij snel van mezelf een Andy Warhol gemaakt.